Hallo. Eigenlijk wel zo grappig. Nog eens dat het weer was, maar het is verkouden. Waarom zo grappig? Of ja, het is niet zo grappig, maar goed. Lastig, vervelend, maar eerst word ik dus genezen van overprikkeling. Dan wordt mijn been bijgegroeid, waardoor mijn rug rechter is. En bij moeten groeien de spieren. En ondertussen dus verkouden geworden. Dat je eigenlijk zou zeggen van als je meteen genezen wordt, waarom dan niet van dat? Maar ja. Dus vanmorgen eventjes vitamine C gehaald, spray voor mijn neus. Dat als mijn neus dicht gaat zitten, dat ik hem open kan hebben. Tot nu toe heeft mijn neus niet echt zo dicht gezeten, dus ik kon het niet laten toen mijn neus aan de ene kant. Nee, laat me goed zeggen. De holte vooraan meet ik dat pijn deed. Dus dan is die verstopt. Of ja. Dus toen dacht ik van doe er een spreetje in één neusgat. Dan toen meet ik dat de andere eigenlijk daardoor wat dichter ging. Dus een paar uur later het andere ook gedaan. Maar ja, dus neusspreetje gehad, vitamine C en siroop voor de keel. En ja, ben benieuwd hoe lang het duurt. Maar mijn rug, daar ben ik nog steeds. Ja, mijn rug is. De kromming is er gewoon uit doordat mijn benen nu gelijk zijn. Ik had het niet verwacht. Van ja, ik ga weer naar voren en ja, het gebeurt een keer wel, maar. Maar ja, nu is het wel dus. Oh ja, en ik heb foto's weer gemaakt van de plantjes die groeien. En ja, verder niet zoveel, heel veel bijzonders. Dus, oh ja, naar de sportschool geweest. En, want, nou, niet om te trainen, maar om het abonnement dus op te zeggen. Want ja, als ik toch niet ga. Ze zouden me 2,5 week al, 2,5 week geleden al terug hebben, tussen gebeld hebben. Wanneer het opgezegd kon worden, maar dat blijkt eigenlijk met iets met een maand. Tenzij het eerste jaar is dat je abonnement hebt, dan moet je het hele jaar uitzetten, zeg maar. Maar nee, ik had al een paar jaar, dus begin december stopt het. Meteen het pasje ingeleverd. En dus mijn borg €5 terug. Ja, op tijd naar bed maar. En morgen even werken. Dan zie ik het wel weer. Zou wel een lastige nacht zijn. Vannacht toen was het al dat even mijn neus een beetje helemaal dicht ging, dus slecht ademen. En dan slaap je niet zoveel. Slaap ik in ieder geval niet zoveel. Dus ik ben benieuwd voor vanavond of vannacht. En morgenmiddag dus ook genoeg rusten. Oh ja, mijn kwast, kleinste maat, maand 0, die zal nu in mijn brievenbus zitten. Dinsdagavond, dus gisteravond, ja, toen kreeg ik ook van God door van ja, Martijn, binnenkort dan mag je weer verder schilderen. Want ik heb nu al een hele tijd niet geschilderd. Ik wacht totdat ik van God signaaltje krijg van nu mag ik weer de volgende gedeeltes van mijn schilderij schilderen. Daar heb ik niks van beleefd. Dus niet geschilderd. Maar dat gaat dus weer komen. Vertrouwen hebben. Ja, dat was het. Snel weer beter zijn. Doei doei.